Dat zijn nou, mijn beste boerenkrijgers, zeer op deze boerderij van Dutch Gaming Nation. Zien we dus dat daar het een en ander ligt. We hebben dus zaad op de grond. Ja. We hebben ook wortelen. Hele mooie grote oranje wortelen die aan de grond zijn gestoken. En goedemiddag, morgen, daar zijn we weer. Zelda Play 20, terug met een nieuwe modded survival Minecraft boel gebeuren. Samen met... De Towler, nog steeds. En Dutch Gaming Nation. En Alex. Hallo. Hallo. Kijk, ik heb armor, ik heb amethyst armor. Juist, ik ga eventjes zorgen dat ik nou mijn eigen farm kan gaan maken, want ik heb voedselproblemen, daar word je niet vrolijk van. Dus, die soul essence die we dus al een paar afleveringen eigenlijk gezien hebben, wat kunnen we daar nou precies mee? Nou, als je die dus in je inventory hebt, je kunt er sowieso een zwaard van maken die de kracht heeft van een diamond sword. Heb ik sticks? Zo. Nee. heb ik een bel? Lekker voorbereid. Ja, we knippen er zo min mogelijk uit, hè. Dus, ook de saaie stuff komt erin. Waarom? Omdat het kan. En natuurlijk zet ik mijn Even ter informatie. Hoe sterk is Ancient Leggings? Ik heb geen idee. Oké. Ik denk niet sterk. Hij denkt dat wij denken, tot hij dacht dat wij denken, tot hij dacht waarom dat wij denken. Waarom denk je dat dan? Dat dacht ik, omdat ik denk dat hij dacht tot wij denken, dat hij dat zou denken, dacht ik. Oké, dus jij dacht dus datzelfde als ik dacht? Ik denk het wel. Hé, mijn loot. Wat nou jouw loot? Wat nou jouw loot? Staat jouw naam daarop? Komt ie aan, mijn loot. Rode mieren zie je lopen, wauw. Nee, ik heb net een mentus gekild. Mijn loot. Daarom. Spannend. Heel goed. Gefeliciteerd. Ik ga eerst even hout verzamelen, want voordat ik dadelijk dood ga aan de honger. Het houdt niet op. Ultimate pickaxe. Hoe maken we die? Oké. Och, hij begint tegelijk met een ultimate, hoor. Hij denkt... Hij denkt, alles is opgeheven, ik ga gelijk aan de bak. Ja. Nou nee, Nou jawel. Pickaxe die mocht. Oh. Het was armor het enigste wat er... Nee, dan gaat de Towler niet nog een keer zo'n grapje maken in de comments. Wat? Ik zie een munt, zo'n coin. Oh, oké. Pak hem dan! Ja, ik heb hem gepakt, hij dropte pak een... Pak hem dan! Wat was het? Een... Pak dan, uranium nugget. Nou, not bad at all. Dat is best goed eigenlijk. Nou, ik had liever een emerald tool gehad, omdat het dan makkelijker was om smoothstone te pakken, maar... Ach, wees nog eens tevreden met... Nee! Ik weet dat je nou heel boos naar de camera kijkt, maar... Nee, dat deed ik eigenlijk niet, maar nou wel. Oh, oké. Wil je dat niet doen? Dat intimideert me gewoon vanaf afstand. Op een afstandje? Op een afstand al misschien? Ultimate bow! Joepie, ik zie mijn vurige raam alweer voor me. Oh, hoe wist je dat ik dat ging doen zo? Omdat ik jou ken. Oh ja? Aangenaam. Of jij gaat met zo'n zwaardje voor me een raam staan tot ik weer... Ja, voor de mensen die zich afvragen, ik denk het niet, maar voor de mensen die zich afvragen, hoe is dat gemaakt? Gewoon heel erg simpel. Toen ik dat aan het bewerken was, heb ik het nog twee keer gezegd, mezelf nog een keer. En dan krijg je zo'n mooi koortje. Dus dat was eigenlijk het idee. Ja. Video edit magic gebeuren, wat leuk. Ja, het programma heet magic ook zo. Nou nee, die heet weer magix. Dus ik doe magie met magic, ja. Snap je hem? Dat ziet er interessant uit. Ik weet niet wat het is, maar het ziet er interessant uit. Misschien heel erg dom om daar naartoe te gaan aangezien dat ik geen eten heb, maar het ziet er heel erg interessant uit. Ik wil weten wat erin zit. Misschien pieces of hearts, misschien zit er voedsel. Ik weet het niet, maar het is een stenen constructie die hier staat. En in de verte zie ik ook nog een houten constructie. Ik wil het hebben. Find is keepers, ik ga ze eerst. Hallo? Hi. Ik ga gewoon eerst gewoon een trapje naar boven toe maken en ik zie wel wat erin zit. Hey, hallo daar! Hallo beste kijkers van de Towler Gaming. Ja, je hebt pas mijn intro nog gedaan. Wat lief, hè?
Ja. Hij kopieert gewoon het videootje en gaat hem dan zelf uploaden, dus dat snappen jullie wel. Waarschijnlijk wel. Hey! Hi! Hi! Waarom? Ja! En weer een Soul Essence waar ik al te veel van heb. Kijk, hier ligt een coin. Ik zit hier in een stenen constructie en geen flauw idee wat ik hier allemaal wel niet tegen kan komen. Nou, misschien dat jij hem wou. Oh ja, maar ik dacht omdat jij hem nu gevonden hebt. Uranium nuggets. Oh. Uranium. Ta-ta-ta-ta. Heeft hij nou helemaal geen kistje? Oh, wacht, ik zie een kistje. Wel zeggen. Kistje. Een kistje. Hoe ja, kies ik? Op zijn minst moet er hier wel een kistje in zitten. Wat ligt hier? Oh, daar is ook een spanner. Kistje. Ja, een hardcontainer. Brood! Nog belangrijker als heel die hardcontainer. Oké. Okay. Ja, hoor maar. Ja, we bakken baard. Ik wil een brood terug. Nou, die spanner, die, daar zit toch een kistje erbij, dus... Ik wil een brood terug. Brood terug. We beginnen ja. Van, ik heb een boeraccent van, jong. Ik heb net vers van de bakkerij brood gehaald. Dat komt zo. Guido, die is namelijk bezig met zijn farm. En die was bezig met zijn zaad. En ja, dat zaad dat ligt nu op de grond. En dat hopen we nou tot het gaat groeien. Nee, no, dat klinkt zo verkeerd. Hoezo? Het zaad ligt op de grond. Ja, dat ligt op de grond, zodat het kan groeien, jong. Af en toe heb je dan nog wel eens een feest en regenbuur nodig om ervoor te zorgen dat het dan eigenlijk best wel goed aan het groeien is, maar... Voor je maar echt geen kroegje om hier gaan vragen. Wow, wat is er nou weer met pijlen aan de gang? Ik denk dat dat iemand is met zijn ultimate bow. Nee. Ik heb wel een ultimate bow, maar ik ben... Is zo leuk. Ik ben hier, ik heb hier cactussen gevonden, dus ik ben blij. Ik kan eigenlijk mijn eigen minus 3 maken. Ja, ik heb een 5. Sorry, ik moest hem maken. Mijn beste kerel als gezien, jongen. Ik krijg de loot alles voordat wij daar de kans voor krijgen. Dus daar ben je eigenlijk best wel goed mee bezig. Een ultimate bow is best wel leuk. Mhm. Goeie keuze om dat te maken. What a dragon! Nee, ik heb nee. Gewoon nee. Wat? Heb je daar nog geen Nou, ik heb geen voedsel, dus ik durf de confrontatie Ja, ik snap hem. Ik ga die confrontatie gewoon ja, hier op een boers lukt het weer wel, hè. Jezus. Welkom bij... Blijf zo praten dan. Welkom bij Boers Praten met Boer Harms en Boer Betty. Boers? Misschien heb je wel boerenkijkers. Dat zijn... Nou, mijn beste boerenkijkers hier op deze boerderij van Dutch Gaming Nation zien we dus dat daar het een en ander ligt. We hebben dus zaad op de grond. We hebben ook wortelen. Hele mooie grote oranje wortelen die aan de grond zijn gestoken. Mm-hmm. Daar moeten we eerst kuiltjes voor maken in de grond. En op zo'n manier kun je dan de wortelen zo in dat gaatje steken in de grond. Mm-hmm. En zo krijg je dus meerdere wortelen. Ja, dus dat ziet er interessant best wel goed uit. Goede boerderij. Hoe gaat dat nou? Ken je dat liedje niet? Oké. En toen... Ik heb echt nog maar 2,5. What the f... Oh, zie snobbet snabbet. Snibbet. Ik ga gewoon Pixelmon erin gooien hoor. Ik ga gewoon in één keer dat we snabbel hebben en dat het dan een snibbet is en dan... Ja. Dan ben je zwaar teleurgesteld, dan ben je helemaal depri. Ja! Oké, nou, ik was bezig met mijn oorspronkelijke plan. En dat is namelijk een Soul Blade te maken. Nou, oei, die maakt, dan gebruik je dus die Soul Essence. En dan krijg je dus een Shadow Blade. En alles wat ik kill met de Shadow Blade, daar kan ik dan een spanner van maken. Dus nou hoop ik even wat koeien en wat varkens te vinden. En dan heb ik dus zeg maar zo mijn eigen koeien en... Shadow Blade. Een Shadow Blade, ja. En als ze een idee stelen... Ja, je gaat gelijk mijn idee stelen, hè. Nee, zoals meerdere kijken. Doen. Ik ging zelf kijken wat het was. Wees gewoon een man en jaag. Ja. Ja, wees niet zo lui als me... Wacht even, wat? I didn't say anything. Nou, eigenlijk juist wel.
I can see clearly now the Towler is gone. I can see all his stuff on my way. Die is eigenlijk niet zo aardig. Nee. Nee, het is hetzelfde als dat jullie niet aardig tegen mij zijn. Stel dat je je mederik hebt. Hoezo zijn we niet tegen jou? Bananen! Bananen? Waarom bananen? Bananen. Maar ja, ik zeg ja. Ik zie geen bananen. Ik zie geen bananen vandaag. Ik zie voedsel in de verte! Oh, halleluja! Van die maïsplantjes. En is dat een piggy? Little piggy! Little piggy, come here. Little piggy, I want to murder you while you sleep. Ik heb een piggy. Ik heb een piggy essence. Kijk, als ik hem daarbij heb ik hier. Kijk, soul shard pig, yay! En dan moet ik echt die voedsel gaan halen, want ik heb nog maar echt één kluif. Eén kluif. Oké, mooi. Ik word aangevallen! Maar maakt het niet uit dat het nacht wordt, hoor. Echt, mij maakt het helemaal niks uit. Maakt niet kan uit, ik hier nee. Ook een Hallo, golden cow? Volgens mij niet. It's time to test nee, my ultimate van een golden bow. Cow niet. Van een golden cow kun je niet plukken. What? Weet ik veel. Je hebt echt nog nooit ik heb er in ieder geval wel 3 appels van gekregen, dus mijn hongerprobleem is even tijdelijk opgelost. Zo. Dan kan ik hier die maiskloven eventjes farmen. Poef! Een koe! Geef me Jessens! Jee, heb ik hem? Ja, ik heb hem. Zie je dat ik mijn koe heb gevonden? Mag ik hem nu terug? Nee, hij zit nou in 1000 stukjes. Hey, wow. Oké, Lucky Block! Daar heb ik zo'n goede ervaring mee. Ja. Zou ik het doen? Ja. Het is toch al nacht, dus wat kan er gebeuren? Wat kan er mis... Ik ga hier zo'n spijt van krijgen. Een kist. Met 2 Lucky Blocks erin! Nog 2. Ah, maar die kan ik zelf plaatsen wanneer dat ik dat wil. Ja, klopt. Je kan ze bijvoorbeeld plaatsen in Guido's huis. Bijvoorbeeld. En dan mag Guido ze openmaken. Maar wat ik vind, mag ik houden. En wat er van je huis overblijft, daar lachen wij om. La 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 la. Oké, nou, ik heb hier nog heel veel... Oh, golden enchantment. Oh, heerlijk. Volgens mij... Today is going to be a good day. No eindelijk is day. De vloek misschien over. Shut up! Als je over de vloek begint, dan troll je. Dan vervloek je ons allemaal. And we died. Yo, man. Oké, okay, eventjes nog die andere maiskolf even meenemen. De koeien hier even slachten. Nou, pardon. Auw! Nee! Creeper, geef me je... Geef mij nu je angst. Tuurlijk kom ik weer de creeper tegen die natuurlijk geen gunpowder dropt. Wat lief. Auw. Luister, ik heb hier een slechte ervaring mee met golden, of ja, met Lucky Blocks bij me hebben en dan, jullie dan ook nog eens een keertje die hem beginnen te schieten en weet je, dat werkt nooit in mijn voordeel. Ik heb daar problemen mee. Drop jij heel even. Dank je! Auw. Wow! Heb ik mijn gunpowder? Ja, ik heb mijn gunpowder. Mijn inventory die zit gewoon helemaal vol. Dus, tijd om te rennen. Hoi Tommy. En Tommy komt erbij. Ja, da 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 ben ik laat. Ja. Nou, we zitten eigenlijk bijna door. We zitten op de helft van aflevering 2 ongeveer. Oké. Ja, ik ben bezig met opstart hoor. Ja, dit komt allemaal in de aflevering hoor. Oh. Hoi. We zijn nog aan het opnemen hoor. Ja, weet ik toch niet. Ja, duh, hoor. Opnames. Daarom zeggen we het nu. Hoor. En waag het niet om... Oké. Ik word achterna gezeten door 3... Oh, is dat mini-zombie? Ah, oh, wat ben jij kleine schatten! Ik sterf! We voelen de liefde. Nu al? Je bent er net. Ja, ik weet, maar er moet iets kleins en liefs sterven. Nou, ik hoop dat we wat minder... We hebben het nou een aflevering volgehouden... omdat niemand doodgaat... Onweer. Dus als jij dat gaat veranderen... Ja, dat was op mij. Oh, dat was op jou, onweer. Ja. Dan is het goed. Wil het niet over onweer hebben, alsjeblieft. Ik heb daar nare herinneringen mee.
Tot ik hier vastgenageld zat en tot ik niet kon jagen. En dat er hier een onweersbuik aan... Oké, ik heb een mooie flits op beeld gehad, zoals we allemaal al gezien hebben. Maar... Ga ik dood de seconde dat ik in de server ga? Dat vraag ik me nu echt af. Nou, je komt altijd binnen op het moment dat het nacht is. Ik merk het. Het is nacht. Ik merk het, ik zie niks. Moet je ogen open doen. En dan gaat er een wereld voor je open. Echt, welke? Ongelooflijk, ik ben veilig thuis! Ongelooflijk, ik ook. Ja, ik zou ook wel veilig naar huis. Ik ga ook weer op weg naar huis. Ik heb in ieder geval de soul shard van een varkentje en een soul shard van een kou. Daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Heb je het koud? Hey, GG, WP. Dus dadelijk bij de volgende dag, dan kan ik gelijk eventjes zorgen voor... Oh, wij gaan schieten op mij. Ik schiet gewoon terug, hoor. Dan heb jij geen etensproblemen meer. Ik heb echt geen etensproblemen. Ik heb 16 maiskolven, ik heb nog 4 appels, ik heb 12 golden apples, 7 enchanted apples, 2 lucky blocks. Zo, dit is een eten. En een hard container. Ook nog. Die had ik vorige... Was dat deze server? Volgens mij wel. Ja. Die had ik ook gevonden. Eens even kijken, dan ga ik eens heel even rustig... Weet je wat we doen, jongens? We knippen heel even weer naar voren toe dat het dag wordt. Dan kan ik nog misschien hopelijk verder nog doen wat ik in deze aflevering... Ik weet niet hoe dat met de anderen gaat, horen we dan wel op de dag ligt. Dus knip! Dank je. Stefan, je mag nu knippen. Knip! Knip! Knip dan! Toekomstige ik! Knip dan. It's a push of a button! Oké, nou, de zon die komt op, dus er is niemand dood gegaan, nog. Klop, klop. Tommy die zit er ook toevallig bij, nog. Hoi. Niet in 1000 stukjes. Daar kan nog. Verandering in komen, hè? Er gaat verandering in komen, horen we al, toch? Oh. Ik hoop het niet. Nee? Oh, wil je niet. Ik heb hier een Endernight geslacht en alle beestjes die hier om mijn huis heen staan... Dat is ook wel heel fijn. Ik heb heel eventjes mijn inventory heel even snel geleegd. En ja, nou dat ik dus zeg maar die soul essence gebeuren heb. Was ik eigenlijk van plan om nou eigenlijk eerst een farm te gaan maken. Maar ik wil eigenlijk ook eventjes wat minen. Want ik heb nog helemaal geen nieuwe stuff. Dus wat ik eerst ga doen is, ik ga beginnen met de lucky blocks. Mm-hmm. Kijken wat daaruit komt. Kijken of ik dat nog na mag vertellen. En ja, daarna wil ik dan even miners dream gaan maken. En eventjes kijken wat ik daar mee kan... Hoe gaat het nou bij jullie? Want dat was onze vraag. Nou, ik ben eigenlijk een beetje rustig een farm aan het opbouwen, maar het wil niet zo heel hard groeien. Groeiende? Ja, ik heb groeiproblemen. Maar, Ik ja, voor eten. De rest... Ja, dat is eigenlijk het voornamelijke probleem bij mij. Ik heb een e-probleem. Ja. Ik had er één en ik ga er even op uit en ik heb geen e-probleem meer. Dus ga er op uit, jongen! Je zit er maar wat te zitten! Maar ik loop hier eigenlijk door de puin heen van de tornado's, maar ik heb hier lucky block nummer 1 en... Oeh! En? Nee. Gas tears, magma cream, eye of enders... Netherzooi. Netherzooi? Potionzooi. En potions! Ah, nee, mijn inventory is het vol. Nou, dirtblokje even weg, string mag weg, zombie brain mag weg. Zou je nou potions? Potions nodig. Wat kan je trouwens met die skeleton onderdelen doen? Ik heb geen idee. Daar kan je armor van maken. Kan je armor en dingen maken als je een boog hebt? Dan kan je ze beter aanvallen. Even kijken, welke heb ik? Ik heb speed 2. Speed gewoon. Weakness. Poison. Instant health. Zo. En weakness. Dat is een goede buit. Yes. Nou, dat waren goede lucky blocks inderdaad. Geen klachten over. Dus ik ga heel eventjes... misschien heb ik ook al genoeg om een backpack te maken... voor het geval dat ik mijn miners dreams ga maken. Want ik hoop dat ik nou inderdaad eindelijk met miners dreams te werk kan gaan. Mm-hmm. Dus... Oké, nou heb ik hier nog eventjes... Dan gooi ik hem gewoon even hierbij. Hoi. Oké. Hij moest weer maar... Hij moest komen, hè. Dat moet, ja. Behalve op zonder feestdagen door de week. Oké. Ja. Ik ben even mijn etensprobleem aan het oplossen. Alweer. Nog steeds. Mieren, ga uit mijn huis! Ja, mieren. Ga uit zijn huis. Mieren? Waarom heb je alweer mieren? Neem een normaal huisdier. Ja! Zo.
Ja. Lekker vriendelijk. Dat is niet zo... Dat is niet zo... Dug. Effectief, Alex. Wat? Wat? Wat was het? Oké, ken ik twee Minus Dreams maken? Dat wordt de vraag. Tromrommel. Kan vast toch? Nou, ik weet niet. Ik moet nog heel even kijken. Ja, ik heb hier 7 redstone blocks. Ja, joh, ik heb meer dan genoeg. Lucky block. Wat zal de 7, dan kan je er geen 2 maken. Oh, jawel. Hé, een emerald. Sorry, ik kan niet rekenen. Blok. Nou, reken er maar niet op. Nou, ik ken in ieder geval een backpack maken, een kleintje. Nou, dat is mooi. Wil je nou een koekje? Die krijg ik nog steeds van de vorige aflevering van Alex. Nee, die krijg je sowieso een keertje. Wat wil je nou? Nee. Ja, dan moet je hem komen halen. Honger! Iedereen die heeft het over voedselproblemen, jij komt eraan van ja, een keertje. Ja, nee, maar niet 30 jaar later. Weten jullie nog dat koekje wat ik jullie beloofd had? Ja, ik heb het nog steeds niet. Het koekje heb ik voor jullie bewaard, maar het ziet er niet meer zo uit als toen het er toen uitzag, jongens. Lekker, ja. Sorry. Foutje, ja, moet kunnen. Oh, dat geeft niet. Allee, zag. Hoi. Is gewoon er ook bij. Oké. Hey, waar is mijn button? Oh, daar is mijn button. Principele buttons! Ja. Oké, nou mag ik die 6 gewone steen? Mooi, want dan kan ik hier eventjes alvast een treasure plate neerzetten. Zo, want dan kan ik heel eventjes die andere deur ook even alvast opvullen. Scheelt weer inventory space. Jezus, het schiet ook echt maar niet op hè, met mijn eten. Jongen, het schiet gewoon niet op met jouw eten. Nee. Ik ben hier aan het doodgaan. Nou, nog niet aan het doodgaan. Ik heb gelukkig nog wat rottend flesh. Waarom staat mijn knop hier aan de verkeerde kant? Ik moet hier staan. Vind ik wel fijn. Oh, well, I don't know. Snap je? Ja. Ik niet. Leg het mij eens uit. Oei. Wimbo-wet. Gaan we weer. In the jungle. The mighty jungle. The land. Dutch gaming nation sleeps tonight. Okay. In the jungle. The mighty jungle. Ik heb geen flauw idee waar ik daar naartoe zou willen gaan, maar dat maakt niet. Goed. Ik wou al zeggen. Kom op zeg. Doe het. Auwee. Ik wil in deze aflevering de Minus Dreams gebruiken. Ik wil het! Oh, ja, about that, what's gonna happen? Yes, it will! Smit. Nee! Ja. Niet weer! Wat? Ik word gebeld. Knip. Alweer. Nou, ik heb bij de... Ja, sorry voor die knip, jongens. Telefoon, batterij. Maak eens input, joh. Catchphrase die je het liefst hebt. Echt, ik vind het zo flame dat mijn telefoon gaat. Batterij, telefoon. Catchphrase is allemaal boter. Nou, stop botering me. Hebben we er nog eentje gemist? Zaad. Dat was eigenlijk die van Pieter. Nou en? Potions? Maar hoe wil ik daar nou een catchphrase op maken met die telefoon? Dat... Ringtone. Ik probeer hier naar mijn stripmine eigenlijk te gaan. Waar zit die? Oh, daar. Dus nee, ik denk dat ik hetzelfde ga doen als wat ik zeg maar bij de eerste Miner Stream heb gedaan. Omdat dat is alleen maar zeg maar iets gebruiken en daarna gelijk erachteraan minen. Dus ik denk dat het weer een fast forward gaat worden. Yay, videogame muziek! Want ja, de vorige keer had ik ook zo'n goede videogame muziek gebruikt. Echt, welke? This is Halloween van mezelf. Nou, dat is toch niks meer... Oké, dat was wel een beetje... Nee, ik zei toch dat ik videogame doen. Maar dat maakt niet uit. Ik zoek hier gewoon dan een leuk muziekje weer onder. Zoals ik dan de vorige keer ook had gedaan. Maar eerst wil ik mijn Minus Dream gaan gebruiken. Maar waar? Waar zal ik hem gebruiken? Oh. Ik denk dat ik deze kant op ga. Ja. Dus ik ga eerst al eventjes laten zien even wat we dan allemaal nog vinden. Boom. Nou, dat is een heleboel. Ik zie hier Ruby.
Een heleboel leegte, diamonds, iron, redstone, nog meer diamonds, emeralds. Oh. Dus... Nou, genoeg. Dus ik ga het eventjes minen. Laat een fast forward er maar in komen. Ik heb een babbel. Ja, wij maken onze eigen fast forward muziek, want... Dat is kijk, grappig, dat is hip. The tiny, the loony, they're a little loony. And in this cartoony, we're invading your TV. We can make dispensers, we crack a lot of sensors. Jongens, ik heb een... En Alex, die verpest onze fast forward weer. Nee, maar... Malootje, een klier, we zitten op een fast forward en wij hebben nu een idee en dat maken we zo met eigen fast forward muziek. Dus daarom zingen wij nu constant ja, la de jee. Touwlen, neem het over. Ik weet het alles te verzinnen. Mochten we uit materiaal komen, want we horen nog steeds game-achtergrondgeluid wat totaal niet slaat op het beeld. Maar mochten we geen genoeg materiaal hebben, dan vul ik het wel met een of ander bestaand nummer, weet ik veel. Gummybeer, telkens spring ik mij weer keer op keer. Daarom heet ik ook een gummybeer. Ik ben een gummybeer. Toveren en springen, dat doe ik heel rap. Het geheim van mijn kracht zit in gummibeste sap. Pak ze dan, Rescue Rangers. Kom eraan, wat een helden. Nee, die zijn niet bang voor avontuur. Ze raken zelden overstuur. Pak ze dan, Rescue Rangers. Oké. Ja, ik zou het niet Jezus. En met dat, die dead zijn we weer terug uit onze fast forward. Want ja, ik ben hier eigenlijk nog een beetje kool aan het wijnen, man. Jezus, nee, je bent echt... We hebben een dead. Nou, eigenlijk, volgens mij ben je twee keer dead gegaan. Twee keer. Ik weet dat er in iemands huis was net een creeper. Nou, niet in mijn huis, hoor. Nu kan ik het niet meer halen. Ja, dat huis dat was schuin voor mij. Nou, ik zal zo eens even kijken of daar een creeper in zit of niet. Dus ondertussen neem ik nog wel even deze kool en alles. Dus, maar Alex, waar ben je dan mee bezig, jongen? Zeg het eens. Vertel het kijkertjes. Er zit de hele tijd een respawn creeper, respawn mentis achter mij en die pakt mijn wapen af. Ja, waarom ga je daar nog mee vechten? Omdat ik mijn spullen wil. Ja, maar waarom geen die let eerste it keer? Let it go. De eerste keer dacht ik alleen, die spant dan niet. Ik herinner me nog in aflevering 6, tot al mijn lucky blocks gingen. I don't care if you lose your stuff. Okay. Seriously, you have enough. Nee. Zeur nog één keer en ik drop je als een vriend. Hey Alex, do you wanna build a snowman? Nou, ik gooi straks sneeuwman tegen je kop aan. Ik weet niet, maar is er iemand hier ook aan het stripminen, toevallig met mine stream? Ik heb hier namelijk heel veel gold wat niet gemined is. Ik ben nog niet bezig. Maar dat kan ik... Hey, dat kan mijn stripmine zijn. Nee, want ik zie hier helemaal niemand in deze rechterhoek. Kijk op mijn minimap, jongens. Ik heb gold niet meegenomen, want ik heel veel van had. Ja, ik neem dan gewoon hier de goud mee, ja, dus... Is nou voor mij, finders keepers. Jezus. Nee, hier word ik echt niet blij Let van. Let it go, man. Let it go. Video. Nee, al mijn spullen zitten daarin. Maar er is geen andere optie. Of wil je dat ik kom? Maar alles wat dan gaat mij... Waar is het dan? Heel ver. It's like Hakuna Matata. But a million bazillion times worse. Ik ga mijn spullen pakken gelijk weg. Grab your stuff and then run like hell. Wait, I'll grab my stuff. Maybe it will turn out well. Ja, ik heb een paar spelletjes. I really don't give a frick anyway. Oeh, bijna. Bijna mijn eigen sensor grapje gebroken. Oh.
It's funny how this staircase is going so long, so fast. I'm jumping here now, but really, it's a pain in my frostbitten ass. Wat zijn we toch altijd muzikaal? Towler. Hi, muzikaal. Wat dan voor van jou? Dutch Gaming Nation die zit rechts voorbij van, laat mij maar gewoon buiten hier ergens bouwen en ik wil er niks mee doen, niks mee doen. Maar misschien wel leuk voor de kijkers, want weet jullie al wat een Ultimate Bow is? Nou, ik denk dat we daar een weekje op moeten gaan wachten, want ik ga nou de sign ophangen. Oeh. Oké. Okay. De sign van de comment van aflevering 5 in plaats van aflevering 6, omdat we... Oké, sorry. Oké, nou in ieder geval op de sign, daar hebben we dus de comment van, ja, die eigenlijk dus zeg maar gepland was op een andere dag, maar dat maakt niet zo veel uit. Goed. Dankjewel Mega Man Dead Sound. Ik word er een of andere mini-zombie, word ook in een of andere farm die niet van mij is gegooid, en dan ga ik er ook nog eens door dood. En terecht, in ieder geval, de comment van de dag is door Santi Oncham, ik hoop dat ik het goed uitspreek, zal wel niet, maar goed. En die had gecomment met... Die zombie is een model. Dat ging waarschijnlijk over die zombie met zijn onderbroek. Ja, ik denk het ook. Model. Zo. Hey, wat? Oh, jij schoot zeker weer. Dus ja, dankjewel natuurlijk voor het reageren. Je staat op de wall of awesome comments. Pak hem terug, pak hem terug. Oké. Okay. Dus ja, dank jullie wel voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat het weten in de reacties. Misschien komen jullie wel op de geweldige wall of awesome comments. En ja, dank je wel voor het kijken. Dit, ja, laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Dit was Zelda Player 20 met... De Douwler. Ja, nou, doe nog maar een... Interest Game Edition. En Alex. En Keule Alex. Ik weet niet wat... Wat mooiste naam ooit? En de Douwler. En Tommy. En Dutch Gaming Nation. Hey. En Alex. En Tommy. En Dutch Gaming Nation. En niet vergeten hetzelfde bij je Twitter. Wie is daar? Oh. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. Tot volgende week. Morgen weer verder met Luigi Galaxy. Tot dan. Doei! Later. Bye.